Hoi, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. Ik heb een velvideo voor jullie. Dit is de tweede velvideo die ik opneem. En in de eerste velvideo heb ik uitgebreid uitgelegd waarom de video om de 2 maanden verschijnt. Dus mocht je dat even willen terugkijken, het linkje zal ik in de beschrijving zetten. Ik heb de velproducten van mei en juni. Dus als je daar benieuwd naar bent, zou ik zeggen, kijk even gezellig mee. Ik heb het All I Need Concealer Palet van Essence. En ik moet zeggen, ik vond dit geen succes. Waarom? Ik vond de kleuren gewoon niet gepigmenteerd genoeg. Ik zal het even ook laten zien, zodat jullie ook even een beeld hebben van hoe het er dichterbij uitziet. Zoals je kunt zien heb ik vooral deze kleur gebruikt. Ik vond de kleuren gewoon niet dekkend genoeg. De plekjes worden gewoon niet goed gedekt met de concealer. Helemaal als ik het paletten vergelijk met het paletten van Catrice. Het allround concealer palet van Catrice. Valt deze gewoon eigenlijk in het water. Omdat de kleur gewoon niet goed... eigenlijk de concealers gewoon niet goed gepigmenteerd zijn. En dat is gewoon best wel jammer. Want ik had hier echt hele hoge verwachtingen van. Helaas zijn die dus niet waargemaakt. Dan heb ik een product van Fashion Professional. Dit is de Gel Effect Nail Varnish. En dat ziet er zo uit. Je kunt deze twee van elkaar afhalen. Dan is dit de kleur. En dit is de topcoat. De bedoeling is dat je de kleur aanbrengt op je nagels. Die laat drogen en dan daarna gewoon de topcoat aanbrengt. Alleen, je krijgt er echt totaal geen gel effect van. Nee, het is gewoon echt niet dat je zegt van nou, wat is dit? Dit is een gel effect. Ik heb gewoon het idee dat ik gewoon nagellak draag. Overigens is de kleur ook gelijk de base coat. Nee, ik vond het gewoon helemaal niks. Ook de lak was er gewoon echt naar... Na een paar uur had ik er gewoon ook al chips in. En ik wist ook niet of mijn verwachting heel erg hoog zou zijn van dit product. Maar in ieder geval, nadat ik hem geprobeerd heb, is de verwachting echt heel erg gezakt. Het is gewoon... Nee, ik vind het helemaal niks. Terwijl er zitten wel hele mooie kleurtjes bij. En ja, het is gewoon best wel jammer dat het gewoon echt een flop is. Dan heb ik de Get Set Eyeshadow Base van W7. En dit is de Natural Tint. Dit ziet er dus zo uit. Dit kun je gewoon op je oogleden smeren. Helaas vind ik dat de base coat niet fijn uitsmeert. Ik heb echt... hij gaat heel erg in de plooitjes zitten. Het is heel erg bobbelig. Ook als je gewoon weinig gebruikt. Ik vind de structuur is gewoon best wel... Ja, hoe zal ik het noemen? Dik. En het wordt gewoon niet één mooi geheel. Ik moet ook zeggen dat dit de eerste base coat was. Eyeshadow base. Die ik in een potje heb geprobeerd. En normaal heb ik altijd gewoon van die flesjes, zeg maar. Wat je gewoon echt heel makkelijk kunt uitsmeren. En dat dit gewoon een dikkere structuur is, vond ik het niet zo'n succes. Ook wordt de oogschaduw er echt niet feller van. Moet ik zeggen dat ik wel hele goede reviews heb gelezen over de witte variant van deze. Maar die heb ik zelf niet. Dus misschien is dat wel gewoon een betere variant. Maar bij de naturel versie vond ik dus echt helemaal niks. Dan heb ik de Bouncy Blush van Catrice. Deze komt uit de Sensiblicity collectie. Dat is een limited editie die op dit moment nog steeds in de winkel ligt. Even kijken of die open gaat. De kleur is vrij licht. Tijdens het swatchen kwam er nogal wat kleur van af. Maar toen ik hem aanbracht op mijn gezicht, zag ik er echt helemaal niks van. De kleur is gewoon, het pigment is gewoon... te matig, niet goed genoeg om te gebruiken op je gezicht. Misschien als je je alleen
deze blush gebruikt, dat je hem dan wel ziet. Maar over de foundation heen werd hij gewoon niet zichtbaar. Dat vond ik echt heel erg jammer. Nou moet ik inderdaad wel zeggen dat met swatchen gebruik ik er geen foundation onder. Dus ja, dat de kleur dan wel zichtbaar wordt, zegt misschien dan ook toch wel weer wat, dat het op je gewone huid misschien toch zichtbaarder is. Dus misschien dat hij nog leuk kan zijn voor een warm dagje waarin je gewoon geen foundation wilt dragen. Een beetje blush wilt dragen. Misschien dat hij het dan perfect doet. Maar ik vond het gewoon echt niet goed product. Dan heb ik het Bronze Cream Fantasy Bronze Eye Color Palette. Dit is van W7. En het doodje ziet er best wel mooi uit, moet ik zeggen. W7 weet wat dat betreft altijd wel hoe die dat moet doen. Maar de kleuren hebben heel erg weinig pigment. Ook kun je zien dat ze erg poederig zijn. Het pigment is gewoon, ja, echt heel slecht. En van W7 ben ik eigenlijk over het algemeen best wel gewend dat het pigment van oogschaduwpaletten gewoon goed is. En deze viel gewoon echt in het niets. Ik weet niet wat er anders is gedaan bij dit palet, maar nee, zo'n slechte pigment bij W7 heb ik zelden gezien. Dus daarom is het gewoon echt een fel product. Dan heb ik van Essence de Easy to Use Jumbo Eyeliner Pen. En dit is een hele dikke eyeliner pen. En ik moet zeggen dat ik dol ben op eyeliner pennen. Maar deze vind ik niet fijn. Ik vind het vasthouden van deze pen gewoon niet prettig. Ik kan, omdat hij zo dik is, kan ik er gewoon niet nauwkeurig mee werken. Normaal als je een lang en dunne pen gebruikt, kun je daar vaak wel nauwkeurig mee werken. Maar omdat deze zo dik en kort is, krijg ik gewoon geen nauwkeurige lijn op mijn ogen. En dat is gewoon jammer, want de stift die erop zit, die is eigenlijk best wel fijn. Het gaat gewoon puur om de dikte en dat hij zo kort is, waarom ik het niet fijn vind om te gebruiken. Omdat hij dus dan gewoon niet precies, dat ik er niet precies mee kan werken. Dan heb ik het Smoky 12 Eyeshadows Colors Palet. Ik kocht dit palet echt een hele tijd geleden bij het Kruidvat. En helaas viel die tegen. Het is zo'n palette. Je hebt hier ook wat kleuren die erop staan. De kleuren zijn vrij licht. Als je Smoky hebt, dan mag het allemaal wel donker. En die kleuren... Oh, daar gaat het penseeltje. Ja, je hebt wel wat dat betreft genoeg variatie. Alleen het pigment van dit palet is gewoon heel erg licht. Het is gewoon niet dat je zegt van nou, ik ga hier echt een perfecte smoky eye mee maken. En dat is gewoon jammer, want normaal vind ik als je smoky eyes maakt, mag het pigment gewoon echt wel aanwezig zijn. Je mag de kleuren duidelijk zien. Dat is bij dit palet gewoon niet zo. Dat vind ik erg jammer. Dan heb ik van W7 de Catwalk Face Shaper met bijbehorende kwast. Zo ziet hij eruit. En dit is een product om je face mee, je gezicht mee te shapen. Dat had je misschien al wel gemerkt aan de naam. Het ziet er zo uit. Je hebt eigenlijk een bronzer en een highlighter. Maar het is een vloeibaar product. Ja, vloeibaar in de zin van, het is geen poeder, zeg maar. Helaas vind ik hem echt heel erg slecht. Je moet echt hele warme vingers hebben om erin te gaan met je vingers. Ik vind het met een kwast aanbrengen, vind ik al helemaal niks, want de kleur wordt niet echt zichtbaar. Dus ik heb het met mijn vingers geprobeerd, maar ook hiervan kreeg ik gewoon te weinig kleur. Het wordt het hem gewoon niet. Je kunt er gewoon niet perfect mee shapen. Want er zat ook een heel luxe doosje bij. Of luxe doosje. Gewoon een doosje bij met een hele beschrijving op de achterkant. Van ja, waar je het product kon gebruiken. Maar je krijgt het nooit zo mooi als dat het op het doosje staat. Omdat het gewoon niet fijn is om hiermee te werken. En dat vond ik echt heel erg jammer. Het is gewoon... Die shape producten die zijn gewoon best wel in trek.
ja, op het moment. En ja, ik vond dit gewoon echt geen fijn product om mee te shapen. Die kwast is een leuk extraatje. Op zich zijn mijn haren prima. Maar net wat ik zeg, ik vond het niet fijn om hem in combinatie te gebruiken. Dan heb ik alweer het laatste product voor jullie. En dat is het Quattro Eyeshadow Palette van Catrice. Deze komt ook uit de Sensiblicity lijn. Doosje Thermo uitlijkt een beetje op het doosje van MAC ook. De kleuren zijn heel erg licht. Het pigment is ja, gewoon heel erg licht. Ik vind het best wel jammer. Vooral als je al gevorderd bent met oogschaduw. Dan ja, weet je gewoon op een gegeven moment van, nou, weet je, dit product, daar kun je heel veel mee. En dat is gewoon prima. Ik denk als je net een beetje begint met oogschaduw of met make-up überhaupt, dat het gewoon nog best wel leuk is om mee te werken. Maar ja, dit is gewoon te licht. Vooral als je ja, gewoon heel veel met oogschaduw doet, is dit gewoon niet goed gepigmenteerd genoeg. En ik moet wel zeggen dat ik dat de laatste tijd veel vaker zie bij Catrice. Essence trouwens ook. Dat palet is gewoon niet genoeg gepigmenteerd zijn. Dat vind ik echt super jammer. Want ja, het zijn low budget merken. En ik vind het super leuk om low budget merken ook te proberen. Maar ja, als het dan, als de kwaliteit dus slecht is, dan ja, geeft dat toch een soort van teleurstelling. Dus deze vond ik ook absoluut niet fijn. Dan waren dit ook alweer de felproducten van mei en juni. Ik hoop dat je het leuk vond om te zien. Als je op de hoogte wilt blijven van mijn nieuwste video's, kun je gratis abonneren op mijn kanaal. Als je deze video leuk vond, doe even een duimpje omhoog. En dan zie ik jullie heel snel weer. Bedankt voor het kijken. Doei!